Zabih Etemadi. Ik ben inmiddels 30 jaar. Ik heb in het verleden bij Cambuur gevoetbald, 3 jaar lang. En vervolgens heb ik een stap naar FC Groningen gemaakt en daarna gestopt met professionele voetbal. En ben rechter gaan studeren. Nou, wat zijn je mooiste herinneringen aan FC Cambuur? Mooiste herinneringen zijn toch wel dat ik in 3 jaar 3 verschillende trainers heb meegemaakt. En daardoor ook wel op verschillende manieren naar voetbal ben gaan kijken. Maar de allermooiste herinnering is natuurlijk dat ik mijn eerste professionele contract tekende. En dat is bij Cambuur. Dus vandaar dat Cambuur wel mij altijd positief is bijgebleven. Nou, over je carrière na SC Cambuur. Ik ben nog voetbal gaan doen, daarna rechten gaan studeren. Hoe heeft dat uitgepakt? Ja, ik studeerde al rechten tijdens het voetballen bij Cambuur. Ik kwam hier in Leeuwarden voetballen en ik kon mijn propeduizen hier in Leeuwarden doen van Rijksuniversiteit Groningen. Dus dat ging op zich wel goed. Het tweede seizoen ging het met voetballen heel erg goed, waardoor ik minder tijd had om te studeren. Dus met studie ging het wat minder, stond op een laag pietje. Maar na FC Groningen heb ik de draad fulltime opgepakt. En ik heb Nederlands recht gestudeerd en ik heb mezelf gespecialiseerd in bedrijfsrecht, ondernemingsrecht. En ik ben in 2009 afgestudeerd en ik werk inmiddels als ondernemingsrechtadvocaat en sportrechtadvocaat. Ja. Nou, doe je dan ook dingen voor Cambuur? Ik doe niks voor Cambuur als club zijnde, maar ik heb wel 2 spelers die bij Cambuur spelen die ik begeleid. Dus ik heb wel met Cambuur te maken. Het is natuurlijk, de 2 spelers zijn mijn cliënten en ik probeer hen zo goed mogelijk te begeleiden. Niet alleen juridisch, maar ook commercieel. En dat betekent dat ik wel natuurlijk wat dat betreft wel iets voor Cambuur betekent. Want als ik mijn jongens goed begeleid en ze zijn vrij in hun hoofd, dan kunnen ze op het veld ook beter presteren. Nou, verder je carrière naar voetbal, want ben je nog ook actief met voetbal bezig of is het echt alleen maar werk? Ik ben sinds 1 december 2012 zelf. Op hoofdklassenniveau. En ik heb bij WKE gespeeld, ook op hoofdklassenniveau. We zijn gepromoveerd naar topklasse en toen heb ik gezegd van ja, dan stop ik ermee, want dat is niet te combineren met de advocatuur en begeleider van spelers. Want ik heb naast dat ik als sportrechtadvocaat werk, heb ik ook een eigen bedrijf waarin ik spelers begeleid bij hun transfers. En een management, een stukje management. Dus buiten het veld alles voor de jongens regelen, zodat ze eigenlijk ontzorgd worden. Ja. Nou, even terug bij Cambuur, want weet je ook nog uit je hoofd hoeveel wedstrijden je voor Cambuur hebt gespeeld en hoeveel goals je hebt gescoord? Zoveel goals voor het eerste elftal heb ik niet gescoord. Dat is wel makkelijk, want het is volgens mij 0. En ik heb hoeveel wedstrijden precies zijn volgens mij zijn er ook niet zoveel. Er zijn er 24. Ik had altijd het pech, tenminste pech. Ik had, het eerste jaar had ik Gert Kruijs als trainer, die haalde mij bij de selectie. Ik kon meetrainen als jongen, enige jongen die van Blofte overkwam. En Gert ging weg en toen kwam Rob McDonald. De eerste wedstrijd dat ik, dus ik moest me helemaal opnieuw bewijzen. En de eerste wedstrijd dat ik op een bank zat, verloren we met 10-0 van Go Ahead. En toen ging ik Rob weg en toen kwam Dick de Boer en die kende mij ook niet. Dus toen moest ik mezelf opnieuw gaan bewijzen. Dus dat is wel een beetje pech wat ik heb gehad. Dus onder Dick de Boer heb ik nog wel volgens mij zo'n 24 wedstrijden gespeeld. En daarna ben ik naar FC Groningen gegaan en dat jaar was ik het hele jaar geblesseerd. En toen heb ik ervoor gekozen om te stoppen. Dus, ja. Maar je hebt jezelf wel enigszins kunnen bewijzen dus? Niet zoals ik dat had gepland en bedacht natuurlijk. Dus dat is wel jammer. Alleen, mijn knie was niet stabiel genoeg om lang daarmee door te gaan. En ik had het geluk dat ik goed kon studeren. Ik had ateneumdiploma, ik studeerde al de hele tijd rechten. En toen heb ik het volledig opgepakt en met succes afgerond. En inmiddels doe ik heel iets anders dan voetbal, namelijk advocatuur. Maar ik probeer het wel te combineren, dus ik probeer
verschillende disciplines, dus rechten en voetbal, samen te brengen. En daardoor eigenlijk de voetbaladvocaat in Nederland te worden uiteindelijk.